Hey, Michael hier van Local Hop-Up Shop. We zijn er weer. Het is al een tijdje geleden dat ik een video heb gemaakt. Dus ik dacht, we gaan er weer eens een keer voor. En deze keer ga ik de Brilinergy Lipo's reviewen. En degene die ik nu nog op voorraad heb en degene die nu nog beschikbaar zijn, liggen hieronder. De types tenminste. De stickpack en de 6600 pack. Zijn beide 30C. Deze is 4000 mAh, deze is 6600 mAh. Het allergrootste verschil tussen deze twee is dat deze al vast bedraad is. Daarom is het ook een stickpack. Met een dienstconnector. En deze die werkt met terminals. Nou, ik heb degene met de terminals. Zoals je hier ziet, heb ik uitvoerig getest. Ik heb hem geracht. Ik heb hem een kleine in laten bijten. Ik heb er zelf in gebeten. Ik heb ze nou nog net niet geshortcircuit. Maar ongeveer alles wat er tussenin zit heb ik er mee gedaan. En ik moet zeggen, deze bad boys die... ja, ik mag wel zeggen dat die het waar maken wat ze beloven. Dus, daar gaan we. Zo. Zo. De Brilinergy Lipo's. Het is een 30C accu zoals ik al zei. 2 cell 1 pack, 6600 mAh op 7,4 volt. De terminals. Zoals je ze hier ziet, die zijn wat aan de grote kant. Dus als je van die aanpasbare connectors hebt, dan zul je er een klein beetje de schroevendraaier in moeten steken om hem even wat breder te maken. Dat is echt millimeterwerk, want als je het gewoon normaal doet, dan passen ze ook. Alleen, het kan wel eens een keer zijn dat hij inderdaad losschiet als je het niet doet. Wil niet zeggen dat ze dan niet meer passen in een andere batterij. Want dit is echt gewoon een kwestie van een halve millimeter. Nou, normaal gezien zijn die dingen toch al wat uitgezet en moet het dus geen probleem zijn. Ik hoorde sowieso al aan het begin dat deze Brilinergy accu's, we hebben steeds over de terminals, dat die dus inderdaad wat wijer waren. Nou, ik heb er heel weinig last van gehad. Het is gewoon in het veld is het gewoon een goede batterij. Ik heb hem getest in mijn Team C TC10. Keihard, maar dan keihard gereden, continu een full throttle. De auto zelf is een paar keer naar de kloten gegaan, als ik het even zo mag zeggen. Eén keer is een belt versnipperd vanwege de kracht die in die batterij zat. Het was ook al een wat oudere belt. Ik heb mijn diff moeten vervangen omdat er een steentje tussen is gekomen. En zelfs toen leveren ze nog kwaliteit. In de TC10 is de batterij geen één keer warm geworden. Dus dat is goed. TC10, het is een onrood model. Het is een wat lichter... lichtere auto dan normaal, maar ja, het was niet verkeerd. Toen heb ik hem getest in mijn tweewiel drive Team C TC02 Evo. Ook hier leverde de batterij extreem goede prestaties. Dan moet ik wel overeens zeggen dat ik mijn TC02 wel verkeerd heb afgesteld. Dus, wheelies trekken, dat was echt een feest. Ik ging bijna wheeliend de hele baan over. Ja, toen kwam de grote Big Bad Boy en dat was mijn SC410. Ook daar deed de Lipo het perfect. Moet ik wel even bijzeggen, na een run van ongeveer 5-6 minuten werd hij wel wat warm. Maar goed, er zat ook 4000 kV motor in en de SC410 is tegenover de Buggy en de TC10 de zwaarste die ik heb. En ik denk nog wel dat hij twee keer het gewicht is van de apparaten die ik hier heb. Van die twee auto's. Het is ongeveer 5 kilo tegen 1,5 tot 2 kilo. En ja, dat verschil dat merk je wel. En de batterij die moet er ook wel wat zwaarder aan trekken. Nou, de verpakking. Daar kan ik veel of weinig over zeggen. Dit is hoe de verpakking aankwam. Gelukkig heb je de verpakking niet nodig om fatsoenlijk te kunnen werken met de batterijen. Voor de rest zit er een paar boekjes bij. Hier zie je ze al. Ik zal ze trouwens gewoon even eruit halen. Waarom? Wat maakt het ook uit? Hetzelfde geldt voor die 6600 mAh. Wat ik daar allemaal in gezien heb. En wat daar allemaal in zat. Natuurlijk krijg ik ze niet open. Zullen we dat eens zien. Een voorbereiding is zo 2004. Dus, we hebben ze eruit. Nou, wat zit erin? Het is een Duits product. Uiteraard alles in het Duits. Er zitten wel wat Engelse tekst in.
Maar dat is bij deze niet. Even kijken, wat zit hier? Ook helemaal geen Duitse tekst. Dit is eigenlijk hetgeen wat hierin staat. Voor de rest niks speciaals. Daarnaast, standaard stickpack. Voelt goed aan. Zelfde batterij. Zo kun je het zien. Zo. Zoals ik al zei, een dienstconnector. En een standaard balance plug. Meer zit er bij deze niet bij. En meer hoeft er eigenlijk in feite ook helemaal niet bij te zitten bij dit soort lipotjes. Want we staan er sowieso al van te kijken tegen de tijd dat mensen sowieso de handleiding lezen. Ik maak er mezelf ook schuldig aan overigens, hoor. Want als je zo'n ding koopt, dan heb je hem niet natuurlijk om de boekjes te lezen. Maar dan heb je er om mee te raken. Deze even eruit, anders sterf ik straks door iets wat prikt. Huppatee. Die niet we straks maar vast. Maar zoals je al zei, hier dit is niks. Vind ik erg jammer, daar heb ik ook al een klacht over neergelegd. Ze doen er weinig aan. Maar de kwaliteit van de batterij doet er niet aan onder, dus dat is een positief iets. Ja, dan zit het bij deze is het precies hetzelfde. Hier is alleen minder beschadiging aan het uiterlijk. Het is echt gemaakt om op te hangen. Hartstikke leuk, hartstikke mooi. Maar ook hier, ik zeg minder beschadigd. Maar zoals je ziet heeft hij hier ook een klap gehad. De accu zelf is niet beschadigd. Dus wat dat betreft, de verpakking had beter gemogen. Ik wil niet zeggen dat de verpakking slecht is. Want ik ben er uiteraard mee tevreden. Ik krijg er een laadconnector bij. En deze laat ik lekker in de doos. Dus. Komen we weer even terug naar deze. En dan leg ik even een concurrerend product bij. Genzase. Mijn uiterlijke bevinding over deze en deze. Brainergy is in de verste verte even goed als Genzase. Dat staat gewoon als een kei boven water. Genzase is dan ook één keer zo duur als de Brainergy Lipo's. En voor hetgeen wat je hiervoor betaalt, tegenover hetgeen wat je hiervoor betaalt, het is meer en meer dan de moeite waard om een Brainergy Lipo te pakken als je zelf niet in de competitie zit. 30C is dan meer dan hard genoeg en je zult sowieso al een grote kluif hebben om die auto bij te houden. Dus dat, geen probleem. Ga je ook kijken naar die Genzase. Deze kun je ook echt op 5C laaien. Dat staat hier ook al op. En al de Genzase packs die zijn eigenlijk in feite op 5C te laden. Daar zijn ze natuurlijk onder zitten. Maar vanaf 5000 mAh worden ze verkocht met uitzondering van de Shorty Pack. Die is, als ik mezelf niet vergis, 4200. Dus die mag op 4,2C. Deze staat in het handboek. Dat deze echt op 2 tot 3 C worden geladen. Dat moet je ook echt aanhouden. Ondanks het feit dat ze 6600 zijn. Ik heb gemerkt dat de algehele kwaliteit beter is van Brainergy. Als je ze wat langzamer laat. Tegenover deze. Ja. Is het geld waard om deze niet te nemen tegenover deze. Nogmaals, ben je een racer. Pak absoluut deze. Ben je een basher. Dan ben je veel gelukkiger met zo eentje. Omdat het de prijs gewoon 30 euro scheelt bijna. Dit is een 6600 en dit is een 6500. Het algehele verschil in levensduur op de baan per ronde. Het is allebei 7 à 8 minuten vol kracht. En ja, daar merk je in feite weinig van. Conclusie. Brainergy zijn hele goede accu's. Ik ben aardig tevreden over hetgeen wat er is gekomen. Ben je een basher? Ga absoluut voor Brainergy. Ben je een racer? Ga voor Genzase. Brainergy belooft heel wat. Maar Brainergy levert ook heel wat. Nogmaals, als je het niet erg vindt om te laden. Het is makkelijker om twee accu's Brainergy te kopen. Als één accu Genzase die er eigenlijk in feite even lang over doet om te laden. Vanwege de kwaliteit van de accu. Al met al, zeer tevreden over de Brainergy accu's. En zeker de moeite waard om aan te schaffen. Mocht je nog op zoek zijn naar een lipo. Tot zover mijn review over de Brainergy Lipo's. Dus ik haal ze even weg. Ik leg er deze even netjes bij. Kijk, zo sluiten we net zo mooi af als dat we begonnen zijn. En ik zie nou dat ik deze op z'n kop erin heb gedaan. Nou, dan weet je ook meteen wat de achterkant is. Tot zover, zoals ik al zei, de review over de Brainergy accu's.
Ik ben er tevreden over me. En zelfs nog gelukkig zelfs. Deze ga ik niet wegdoen. Normaal gezien doe ik al mijn spullen die ik review doe ik weg of ik krijg er zelf mee. Nou, ik ga deze lekker bewaren. Ik ga er lekker mee raggen. Ik ga er lekker mee bashen. En over een paar maanden dan kan ik je nog een keer vertellen wat, wat of hoe en hoe ze presteren. Voor nu kan ik zeggen, super accu's. Like ons op Local Hop-Up Shop. Hop-Up Shop. Op Facebook. Abonneer jezelf op dit kanaal op YouTube. Local Hop-Up Shop kun je ons vinden. En tot de volgende keer. Ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt. Thanks man. Hey.